Asus heeft een budget gaming lijn en die heet TUF Gaming. En dit is er eentje, dit is de FX505GM. En die wordt meegeleverd met een rugtas en dat is wel heel erg handig. Vind ik echt nice. Ja, dat is een mooi vormgegeven rugtas ook nog. En je laptop past er niet alleen in, je kan ook nog je schoolspullen erbij doen. Of misschien mocht je hem gebruiken op kantoor. Kantoorartikelen. Juist. Ja. Als je hem zou openklappen, dan zien we een best wel vrij stevige laptop staan. Met weinig flex in het chassis. Goede knoppen met aardig wat travel erin. Een lekkere mice mat. En ook een prima 15-inch IPS paneel. Met 144 hertz refresh rate. Dus daar kan je prima op gamen. Waar je ook prima op kan gamen is de i7 die erin zit. Ja. Met de 1060. Ja, een GTX 1060, dus je kunt heel veel games gewoon op de hoogste setting spelen. Ja. En dat is ook ideaal als je VR-games wil gaan spelen. Zeker weten. Daarnaast heeft hij ook nog 16 gigabyte werkgeheugen, dus je kan meerdere programma's naast elkaar draaien. En hij komt met een HDD van 1 terabyte en een SSD van 128 gigabyte. Dus je kan aardig wat games erop kwijt. En de games die je erop kwijt kan, ja, hij kan bijna alles wel draaien. Dan wel niet in de hoogste settings, maar toch Fortnite kan je makkelijk meekomen. PUBG kan je goed spelen. Anthem kan je op minimale settings draaien. En mocht je Apex Legends willen spelen, dat kan natuurlijk ook. Een dingetje wat wel vrij minimaal is, is het aantal aansluitingen die erop zitten. Er zit natuurlijk een headsetpoortje op. 3 USB-aansluitingen, een HDMI-poort en een Ethernet-poort. Het is op zich wel meer dan voldoende. Maar het kan best zijn dat je met een USB-hubje aan de slag moet gaan als je veel randapparatuur hebt. Zeker. En ja, de meeste moderne gaming laptops hebben hele dunne bezels rondom het scherm. Je zou kunnen zeggen, ja, wij zijn wat dikker dan normaal, maar ik vind het eigenlijk allemaal wel meevallen. Dus prima. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een heel mooie allround gaming laptop. En nog stylish ook, dus mocht je ermee op pad gaan, dan zit je niet met knipperende toeters en bellen.